Dit mystieke heerschap, de Amerikaan Craig, bracht met zijn in het oog springende streken veel ontzetting teweeg op het Wereldcongres voor de Goochelkunst in Amsterdam. Het was een concours waaraan ook werd deelgenomen door vrouwelijke magiërs, zoals Elizabeth Warlock uit Engeland. Mevrouw Warlock klasseerde zich als de beste deelnemster en dat verwonderde niemand die haar kaartmanipulaties zag. De oudste van de 700 congressisten was de 79-jarige Schot John Ramsay, een man die zelfs de Gordiaanse knoop had kunnen ontwarren. Vooraanstaande goochelexperts konden er geen touw aan vastknopen. De Rotterdammer Fred Kaps, de man met de wereldtitel, kreeg hier een geschenk onder couvert aangeboden. Het congres raakte in geestdrift door zijn ongelooflijke handigheid. Kaps werd dan ook voor de tweede achtereenvolgende maal wereldkampioen. Het mysterie van het vuurwapen was nog maar kinderspel vergeleken bij de tientallen andere en echte kunststukjes die op het Nationaal Congres voor de Goochelkunst in Rotterdam werden gedemonstreerd. Er waren hier 300 beroeps- en amateurgoochelaars bijeen. Een van de vele professoren liet merken dat hij nu eens niet verstrooid was. Waar de man al die drank liet, kunt u hem beter zelf vragen. De vingervlugge heren stonden van elkanders nieuwe trucjes soms gewoonweg paf. Het congres was zoals gezegd in de havenstad Rotterdam en daar kwam deze langzame les in touwknopen goed van pas. U ziet wel hoe gemakkelijk het is. De oudste deelnemer, de 82-jarige heer Burgersdijk, had tegenover de jongste goochelaar de mond vol over het gebruik van een zakdoek. Maar de jeugd was weer eens eigenwijs en won de strijd met vele lengten. Goochelen is niet alleen een edele, maar ook een geheime wetenschap. De heren houden beslist niet van pottenkiekers. En als er een komt, weten ze er heus wel raad mee. Het was een congres vol mysterieën daar in Rotterdam. Het gordijn gaat op voor het volgende bedrijf. De jaarvergadering van de Broederschap der Nederlandse Vingervluggen in Arnhem. Men begint maar met één aan de rondvraag. Elk der bestuursleden heeft wel het een en ander naar voren te brengen. Deze vergadering was het magische begin van het jaarlijkse goochelaarscongres, waarbij wij mochten toekijken. Wel, we deden zulks met het oog van de camera en dat bracht de vingervlugheid van de heren op een zeer aparte wijze aan het licht. Misschien valt voor u uit deze truc ook nog munt te slaan. Het meest opzienbarende hebben we voor het laatst bewaard. We tonen u achtereenvolgens twee manieren om met één hand kaarten te schudden. En bij deze vertraagde vingervlugheid zullen wij nu verder maar zwijgen, opdat u in alle stilte kunt genieten.